Vandaag gaan we een bankzittersconcert hosten. Ja, maar Sven, dat kan niet in deze kleren. Laten we een outfit change doen. Oké. Okay. Ja? Ja. 1, 2, 3. Oh, zo, dat is beter spul. Ja, laten we gaan voorbereiden. Ja, let's go. Een tijdje geleden deden we namelijk deze aankondiging op Instagram. Je kon tickets winnen voor een exclusief bankzittersconcert in onze winkel. Wat je daarvoor moest doen? Langskomen in de winkel, ons volgen op Instagram of ons vinden tijdens de flessenjacht. De winnaars zijn bekendgemaakt en vandaag is het een grote dag. Maar we moeten nog heel veel voorbereiden. Zo, wel leuk zo'n decor. En ik ben niet zo groot, maar bij die andere gasten gaat dat niet lukken. Dus deze moeten we even weghalen nog zo meteen. Wat een gedoe jongen, zo'n concert fixen. Holy moly. We hebben wel een prachtig podium nu al. Ja. Aan de voorbereiding ligt het niet. Oh man. Ik weet ook niet of onze werkverzekering dit eigenlijk dekt. Waar is Stan eigenlijk? Die gast is weer vakantie aan het vieren. De laatste. Mij moet je niet inhuren voor interior design. Hoe gaan we dit nou goed wegkrijgen? Geen idee. Leuk joh. En waar is Stan? Ik kan weer alles alleen doen. We gingen nog snel even wat eten. De fans zaten al te wachten vanaf 1 uur. Dames en heren. Oh ja. Hij is weer terug. Ik ben terug. Hij kan mijn werk gaan verzetten. Ja, gast. De hele middag is je vakantie aan het vieren. Ben ik hier alleen maar bezig. Ik moest Tyra. In mijn eentje. Wat gaan we doen? Vertel. Nou, terwijl ik hier plakbandjes sta te knippen voor Sven, gaan we het over een concert hebben. Want het concert is mega speciaal. We hebben namelijk maar 30 mensen hier in de store aanwezig. Terwijl die gasten zijn natuurlijk immens populair. 3 keer Ziggo Dome uitverkocht, maar hier staan ze voor zo'n intieme groep. Mega exclusief dus. De winkel is er bijna klaar voor. Tijd om de jongens hierheen te halen. Ja, met die gasten afgesproken, kom hier even naar een bepaalde plek toe. Neem mijn beveiliging mee, kunnen we rustig naar de winkel lopen. Want er staat natuurlijk al een hele horde met fans. Maar Koen laat zichzelf dus wel natuurlijk met de Uber afzetten hier recht voor de winkel. Dus als de bodyguard die ik ben, neem ik hem even mee naar binnen. Komt goed. Heb jij een mooi shirt aan, hè? Ja, goed hè? Oh, goed hè? Hallo allemaal. Een beetje zin in. Nee, we gaan nu de gasten ophalen. Ze staan hier in de parkeergarage. Security mee, want er staat best wel een aardige rij voor de deur. Dus. Oh, zo is het, man. Ja, goed shirtje, hè? Goed shirtje, hè? Yo. Yo, man. Thanks for the merch, man. Ja, man. Ja, ja, keihard. Afgeplakt. Kom binnen. Hebben jullie al een app? Ja, mooi hè? Ja, dit is leuk. Lekker man. Hebben we er zin in? Zeker. Natuurlijk. Dat is mooi. Naar de VIP lounge, zeg maar. Ja, naar de VIP lounge. Let's go. Let op je hoofd. Ja, pas op je hoofd. Het is niet veel, het is iets. Handdoekjes, wat drinken. Doe je ding. Hey, we hebben dus op aanvraag van jullie nu een no phone policy. Dus we hebben het nu gewoon aangegeven in een mail al op voorhand van, joh, dit gaan we niet doen. De beveiliging weet er ook van. Ja, kleine onderbreking. We hebben er dus voor gekozen om een no phone policy te gebruiken voor dit optreden. Dit omdat de mannen hier een nieuwe nummer gingen doen die pas 15 maart uitkomt. Maar heel misschien hoor je er wel een klein stukje van in de video van morgen. Wie weet. We hebben zelfs in de mail erbij gezet. Jullie mogen op de foto. Ook met Sven en Stan van Arab. We hebben een nummer opgenomen, hè, met Russo. Erfson. Ja. Oh ja, ik heb hem al gehoord. En? Ja, moet je horen? Ja, ja, doe maar. Maar jullie zingen ook? Ja, uiteraard. Dat is wel echt. Uiteraard. Maar joh, hier ben ik wel benieuwd naar. Het is een love song. Een love song? Ja. Uiteraard. Boys! Nou, het was toch een prank? Ja, we gaan optreden. Wij gaan optreden, ook leuk. Nee, we gaan iedereen binnenlaten en dan kan het gaan beginnen. Ik heb er zin in. Oh ja, man. Nice. Lekker. Laten we gaan. Let's go. Hebben we er zin in? Ja! Klaar voor. 1-1 naar binnen. Doe maar zo, wat een gekte, joh. Dit is mooi, dit is mooi. Oh, we hadden net een error, dat staat niet gefilmd, maar het alarm ging af. Ja, dus en die gaat nu weer aan. Bellen met alarm te fixen. Oké, okay, laten we dat even gaan fixen. One hour later. Het probleem is opgelost. We hebben even onze huurbaas gebeld. Die was op vakantie, die werd wakker, maar het is gefixt. Nice. Even de erbflessen voor de boys klaarmaken en toen was het tijd. Een hele goede avond allemaal!
Ja, jullie zijn een van de weinigen die bij dit exclusieve concert zijn. Voor wie is het de eerste keer? Eentje, nice! Ja, we hebben een kleine trick gepoeld. De bankzitters komen niet, wij gaan optreden. Laat jullie horen voor de bankzitters! Ik heb er nadruk aan. Laat jullie horen voor de bankzitters! Kom, geniet ervan! En na het optreden was er natuurlijk tijd voor een praatje en een foto met de gasten. Zo. Ja, het optreden zit erop. Wat vonden jullie van mannen? Warm man! Wauwie! Het was als leuk man! Allemaal leuk en aardig. 3 keer Ziggo Dome uitverkocht. Hoe was het hier in de pop-up store? Veel leuker. 30 man! Ja, geen woorden voor kippenvel! Stijf. Ja, ik vond het raar dat je op een gegeven moment je broek aan deed. Ja, klopt. Ja. Het zit niet in de aftermovie en ook niet... Mensen, vergeet niet met een 80% smaak, 20% geur. Nee, andersom. Wat ik het leukste vond... Bij Milo is het trouwens andersom. Daar is het 80% geur, 80% smaak. Het leukste aan de show was ik op een gegeven moment dat jij met die stijve zo stond en dat iedereen dan die erre potjes zou proberen op te gooien en zo. Ja. Is er een nieuw record? 685 erre pots, pas eromheen. Hebben jullie de fles gemist op kantoor? Hij was ineens weg, toch? Ja. Ik heb hem zo gemist. Ja, slapeloze nacht. Er is één iemand die hier beter van is geworden en dat is Roel. Roel zit in het complot. Nee joh! 100 euro! Belastingvrij! 100 euro! Het kostte 4000 om het te maken, maar ik heb hem verkocht voor 100 jongens. Koningsplein 5 in Amsterdam. Je hebt er ook een tastingbar. Geloof jij nou niet in de kracht van Erb? Laat je overtuigen hier bij de tastingbar. Oh, oh, wat fijn dat u die marketing niet zelf hoeft te doen. Ik woon op Koningsplein 7. Kom gezellig langs. Doe een bakje koffie. Bakje Erb. Dan willen jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we jullie volgende keer. Wow. Wat? Wow. Oh, morgen de aftermovie. Ah, morgen de aftermovie. Oh. Ik zit klaar. Dat is alles. Bye. Erb, smaak of geur? 80% geur, 20% smaak. Maar jij hebt geen smaak. Anders zo'n Huh?